verstaander, inderdaad. Voorlopig houden de marathonschaatsen zich bezig met de driedaagse van Ankeveen. Vandaag de tweede dag met een ploegentijdrit over 20 kilometer. Piet Kleine kon als wielrenner een fantastische ploegentijdrit rijden. Maar op de schaats kan hij het ook. Snelheden tegen de 60 km per uur. En zo denderde de ploeg Klerks over het ijs. De snelste tijd over 20 kilometer. 33 minuten en 8 seconden. Kramer, Kleine, Borst en Lammert Huytema. 17 seconden sneller dan de ploeg Stam, de klassementsleider. Stam blijft wel leider in het algemeen klassement. En 's middags dan nog de wedstrijd over 60 kilometer. Het startschot wordt gelost door de burgemeester van Ankeveen. Van Bentum in het rode pak rechts in beeld is als laatste weg. De vermoeidheid begint dan in de benen te slaan. Elke dag moeten er wedstrijden worden gereden. Ook de werkgevers beginnen te klagen, want de ADV-dagen zijn volledig opgesoupeerd. Al vroeg in de wedstrijd ontstaan er gaten in het peloton. Na 30 kilometer twee koplopers, Lammert Huytema en Peter Baars. De voorsprong loopt op tot 30 seconden. Dit is Peter Baars. In gezelschap van de nationaal kampioen op kunstijs dus, Lammert Huytema. En de vraag is wat Arnold Stam doet, de leider in het klassement. Niets dus. Er wordt een beetje naar elkaar gekeken. Ook Fausto de Marreros, de nummer 2 van het klassement, zit er dus niet bij. En dat ziet ook Jos Nieste, de laatste winnaar van de wedstrijd in Ankeveen. En dat was in 1987. En schaatsen kan die nog steeds. De beide koplopers hebben gezelschap gekregen van nog eens 6 rijders. Dit zijn ze. Peter de Vries, Piet Kleine, Hans Pietersen, Huytema en Baars, u zag ze al eerder, Henk Angenent, Marcel Kooi en René Ruitenberg. En weer geen Arnold Stam dus. Stam, die bijzonder actief was in de wedstrijd, lette even niet op. En hier rijdt de kopgroep dus van 8 rijders in totaal. De voorsprong 40 seconden. En dus moet Stam reageren. Dat doet hij ook, maar dat doet hij te laat. Samen met ploegmaat Groenendal. Ook Fausto de Marreros in het groene pak heeft de slag gemist. Maar hij heeft een excuus. Gisteren had hij zijn schaatsen vergeten en vandaag reed hij op reserve schaatsen en daar had hij moeite mee. Stam verliest 40 seconden. Toch komt zijn klassement niet in gevaar. De sprint van de koplopers, het zijn er nog maar 3. En die sprint wordt gewonnen door Lammert Huytema voor Peter Baars en Henk Angenent, die derde wordt. Arnold Stam blijft de leider in het klassement. Zijn voorsprong op Ruud Borst 33 seconden en derde staat Van Kempen op 46 seconden.